Voor het rupsband skaten waar ik mee bezig ben, had ik rubberblokjes nodig voor het loopvlak van de rupsbanden, zodat ik het asfalt niet beschadig. Die kon ik nergens vinden, dus dan maar zelf maken. En die ga ik maken uit PU-rubber. PU of polyurethaan heb je in heel veel verschillende soorten. Je hebt het hard, je hebt het zacht, je hebt het transparant, maar je kan het ook in bijna elke kleur maken die je maar wil met kleurstoffen. Vandaag ga ik je laten zien hoe je PU-rubber kan maken voor bijvoorbeeld deze mooie blokjes. Ik ben Emiel, de Practical Engineer. Komt-ie! Deze video is gesponsord door Silicons & More. En ik ben met Silicons & More gaan samenwerken omdat Silicons & More het leuk vindt om met creatieve mensen mee te denken. Dus ik heb een idee, maar ik heb geen idee hoe het moet. Neem ik contact met hun op en dan vertellen zij me hoe het moet, wat ik ervoor nodig heb. En dan kan ik aan de slag. En dat doen ze ook voor jouw project. Dus als jij iets hebt, maar je hebt geen idee hoe je het moet doen, of je hebt wel al een idee, neem dan contact op met hun. Dan hebben zij daar de spullen, maar ook ze kunnen je ook vertellen hoe je dat moet doen. Dus ik heb een link in de beschrijving. En ja, voor jouw project. Nou, voor mijn project moest ik iets hebben wat slijtvast was en sterk. En daar hebben ze dit PU-rubber aangeboden, Shore 85. Je hebt PU-rubber, maar ook siliconen, allemaal verschillende Shore-hardheden. Met hoe lager het nummer, hoe zacht het is. Dat begint bij 5 of 10 een beetje. En dat gaat helemaal door tot, volgens mij meestal 95. Wat echt, ja, heel erg hard is. Dit is 85. En dat is enigszins vergelijkbaar met een autoband. Dus ik heb hier mijn PU-rubber. Mijn kleurmiddel, want ik wilde de blokjes mooi zwart hebben. Lossingsmiddel voor in de mal. Maatbekers en roerstaafjes. Een weegschaal. En natuurlijk niet te vergeten, mijn schort ga ik zo aandoen. Handschoentjes en een veiligheidsbril. Maar er valt weinig te gieten zonder mal. En omdat ik nu relatief zachte producten heb, kon ik een harde mal maken. En ik heb deze mal uit PVC gefreesd. En daar heb ik eigenlijk precies het negatief gevreesd van de dingetjes die ik dan wil hebben. En dan de eerste actie die we gaan doen is lossingsmiddel aanbrengen op de mal. PU heeft de eigenschap dat het heel goed hecht op allemaal verschillende ondergronden. En ja, dat kan je meewerken als je bijvoorbeeld een loopvlak op een wieletje wil maken. Maar het kan je ook tegenwerken als je dingen uit de mal wil halen. Met lossingsmiddel, dat heb je in spray en dat heb je in vaste vorm, kan je dat weer loskrijgen uit de mal. Als je goed hebt opgelet, dan heb je misschien gezien dat in sommige shots hier nog geen gaten zaten, maar hier nog een klein pennetje stond. Die pennetjes die werkten, ik dacht dat dat een goed idee was, maar die werkten niet zo mee. Want in een aantal zijn ze met het lossen afgebroken en ze maakten dat de dingetjes heel vast zaten in de mal. En eigenlijk doordat ze afbraken kwam ik op het idee om de gaten in te boren en de pennetjes in te zetten. En dat was veel makkelijker, want deze pennen kan ik eruit trekken als ik ze moet lossen en vervolgens met perslucht kan ik hem er zo uitblazen. Maar daar komen we aan het eind op. Deze kleine 3D-printjes die voeg ik toe als versteviger. Die zorgt dat de blokjes dus ja, wat steviger zijn tussen de twee boutgaten. En het is een busje waar je hem straks goed op kan aandrukken. Zodat je het PU-rubber met de schroef niet helemaal plat drukt. Zo, nu we de mal hebben voorbereid is het tijd om te gaan gieten. En dus ook om onze handschoentjes aan te gaan doen. En trek of hele oude kleren aan, waarvan je het niet erg vindt dat de troep erin komt. Of trek een schort aan, want zeker dat kleurstof, als je dat eenmaal in je kleren hebt, dat ja, het is kleurstof. Gaat er niet meer uit. Ik ben er klaar voor. Bijna dan. Deze PU-rubber is twee componenten. En van die twee componenten is het heel belangrijk dat ze niet bij elkaar komen op plekken waar je niet wil dat ze bij elkaar komen. Dus wat ik altijd doe, ik zorg dat ik genoeg papier heb. Hoppatee. Waarmee ik straks gelijk die flessen afveeg. Want als je met een doekje waar component A op zit, de dop van component B schoonmaakt. En het dus door elkaar komt, krijg je die dop nooit meer open. Dat moeten we niet hebben. Dus, ik pak een kleine maatbeker. En dit is een PU die vrij hard, vrij snel uithardt. Ik heb ongeveer 4-5 minuten werktijd. Dat is inclusief het roeren. Dat is echt vanaf het moment dat je ze bij elkaar gooit. Dus de eerste keer dat ik dit ging doen, dacht ik van nou, ik giet mooi die hele mal in één keer vol. En toen zat ik halverwege met zo'n laag uitgeharde PU-rubber waar je niks aan had. Dus ik doe nu kleine batches, dat werkt veel beter. Dus nieuw doekje, rubber, ga ik 50 gram afwegen. Zo. En wat ik doe voordat ik component B erbij doe, want zo gauw B erbij zit, gaat het uitharden.
doe ik mijn kleurstof erbij. En je wil vaak niet meer dan 1% toevoegen om te zorgen dat het niet te veel invloed gaat hebben op je materiaal. In dit geval doe ik gewoon de roerstok heel goed met kleurstof en die erin. En zoals je ziet is dit ruim voldoende om het heel goed zwart te maken. Als je ondertussen nieuwsgierig geworden bent naar waar ik deze blokjes nou precies voor ga gebruiken in dat skateboard, vergeet dan niet te subscriben, want volgende week komt de video uit. Ik ga component B erbij doen en dan gaat het dus uitharden. En er zijn allemaal fancy manieren waarop je dit kan roeren. Als je er geen bellen in wil hebben, door bijvoorbeeld mooie achtjes te maken of door het te roeren. En vervolgens nog met vacuüm de bellen eruit te trekken. Deze PU is gelukkig heel dun als het vloeibaar is. Dus je hebt niet zo heel veel last van bellen. En daarbij, je hebt ook niet zoveel tijd, dus dat komt goed uit. Dus ik ga dit gewoon heel hard roeren. En ik heb er nog geen enkele last van gehad. Zoals ik zei, gewoon heel hard roeren. Als je dus dikker spul hebt, of je hebt meer tijd, roer het dan vooral voorzichtig. Want alle bellen die je erin slaat, die moet je er ook weer uit zien te krijgen. En dat is niet altijd even makkelijk. Zorg dat je alle kanten van de beker tijdens het roeren meepakt. Dus gewoon goed langs de kant schrapen, goed langs de bodem. Maar dat je tijdens het gieten dat soort acties niet meer doet. Want alles wat er nog aan de kant zit, blijft dan lekker zitten. Ook met het gieten wil je weer rekening houden met die belletjes. Dus het beste kan je het met een dunne straal rustig vanaf één punt in je mal laten lopen. Op die manier heb je ook zo min mogelijk last van insluiting van lucht. Omdat deze vrij snel uithardt, doe ik steeds eerst bij alle vakjes een beetje. Kan dat afvlakken en dan vul ik ze daarna later aan. Dit moet nu 2 uur uitharden. En al dit soort gegevens die ik genoemd heb, de 5 minuten werktijd, de 2 uur uitharden, de mengverhouding, die kun je allemaal vinden in de datasheet die je er over het algemeen bij krijgt. Of die je anders op internet zo gevonden hebt. Dus let daar goed op, ga niet te snel uitharden. En wat ik bij deze gemerkt heb, is dat het met het uitharden een stuk makkelijker gaat om het snel uit de mal te halen na die 2 uur verstreken is. Dus niet 2 dagen later, maar gewoon na 2 uur uit de mal. Ik weet niet of dat echt zo is, maar ik heb het gevoel dat dat met dit een stuk makkelijker werkt. Aan het begin was ik heel erg aan het vechten om te zoeken hoe ik deze nou het beste uit de mal kon halen. Want ik kon ze nergens echt vasthouden. Maar nu, na ongeveer 60 blokjes, ben ik eruit wat de meest makkelijke methode is. En dat is door op de gaten die ik nu dus open heb, zoals ik eerder ook al zei, perslucht te zetten. Op die manier kan je ze eigenlijk een beetje losblazen uit de mal, waardoor ze er makkelijk uitkomen. Voor elk model zal het weer anders zijn wat goed werkt, dus experimenteer daar een beetje mee. Maar mocht je ergens perslucht tussen kunnen zetten, dat werkt echt heel goed. Het grote voordeel van dingen gieten is dat je heel makkelijk grote series kan maken van dingen. Ik had bijvoorbeeld 65 van deze blokjes nodig en elke andere manier van maken had me veel meer tijd gekost. Mocht je nou meer van dit soort tips willen zien, ik heb hier een playlist samengesteld met allemaal korte tipsvideo's, waar ik je bijvoorbeeld laat zien hoe je zelf aluminium kan solderen. Zie je daar!